FC Groningen heeft gisteren met 2-0 gewonnen van Heracles Almelo. Na een uur spelen zorgde Vujinović met een schitterend eigen doelpunt voor de 1-0. 2 minuten later bepaalde Michael de Leeuw de eindstand op 2-0. Ik denk dat dit het FC Groningen is wat iedereen wil zien. Vooruit druk zetten en met veel strijd. Dit was vooral de tweede helft, vond ik in Groningen wat we graag willen zien. Iedereen heeft zijn eigen spelopvatting. Iedereen weet van je kan vlot samba voetbal spelen of je kan het met veel kracht doen. Nou, die weg hebben wij gekozen, de directe lijn naar de goal. Maar ik denk dat het leuk was om naar te kijken. Net in de tweede helft toen merkte ik al van hier valt vandaag niks te halen voor hun. Wij pakken die 3 punten hier gewoon. Waar merk je dat dan? Ik weet niet, gewoon het hele team. Je merkte gewoon dat iedereen gewoon vol doorging. Niemand haakte af. Iedereen die ging gewoon druk vooruit. En we bleven dat doen. Normaal gesproken stappen we toch een beetje terug. Maar nu bleef iedereen hoog druk zetten. En konden hun alleen maar de lange bal spelen. Nou, daar hebben wij met Virgil en met Kees volgens mij 90-95% alles gewonnen. Het hoogtepunt was gisteren misschien wel het debuut van Richairo Zivkovic. De 16-jarige jeugdspeler speelde zaterdag nog met 0-0 gelijk tegen Heerenveen in een wedstrijd van de A1. Gisteren mocht hij dus debuteren. Met zijn 16 jaar en 88 dagen is hij de jongste debutant ooit voor FC Groningen. Het is een droom die uitkomt. Hier doe je het voor. Nou, wat zegt dat over jouw talent? Moet ik wel goed zijn. Een talentje. Ja. Nou, wat ben jij voor voetballer? Kan je zelfs omschrijven? Een balvaste spits, fysiek sterk, erg snel. Aardige techniek en scorend vermogen. Ja, fysiek sterk. En dan sta je tegenover een paar verdedigers van Heracles dan die laatste 10 minuten. En jij bent gewoon sterker. Ja, ze hebben 80 minuten gevoetbald en ik kom net fris in. Dan was ik iets frisser dan hun. Ja, heb jij jezelf nog doelstellingen nu opgelegd voor dit seizoen? Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Dit is pas het begin. Ik sta op het punt om een contract te tekenen hier bij Groningen. Dan moet het allemaal zien. Ja, waar droom jij van? Ja, waar droom ik van? Een topclub in Europa. Ja, dat is geweldig voor die jongen. Die jongen heeft waarschijnlijk een grote carrière als hij een beetje zijn best blijft doen. En hij is heel nuchter ook. Dus ik ben daar tevreden over. Dat is de reden waarom we hem meegenomen hebben. Ik denk dat hij het verdiende om erbij te zijn. En hij had bijna zijn debuut bekroond met een goal. Daar is nog even op wachten. Nou, de jongen is dus pas 16 jaar, maar wat is hij snel? Wat is hij sterk? Ja, wat is hij nu al goed? Nee, dat is ook zo. Maar goed, dat is ook de reden waarom we hem erbij genomen hebben. Dat is niet onze verdienste. De jongen komt volledig via de opleiding naar ons toe. Trainde al wel het hele jaar mee. Ja. En dat besluit om hem erbij te halen hadden we al een tijdje genomen. Het was alleen het moment afwachten. Vandaag kwam het perfect uit. FC Groningen staat door de overwinning op de 9e plaats in de Eredivisie met 19 punten uit 15 wedstrijden. Zaterdag wacht een moeilijke uitwedstrijd tegen Ajax.